Universiteit van Nederland. We zijn hier in Dwingelo op de prachtige Drentse Hei. En dat is een hele bijzondere locatie, omdat hier een prachtige radiotelescoop staat, zo'n 50 jaar oud. En deze telescoop heeft heel veel informatie vergaard over hoe ons sterrenstelsel, de melkweg, in elkaar steekt. En dat heelal is onvoorstelbaar groot. Honderd jaar geleden kwamen wetenschappers erachter dat het zelfs groeit. Dat gaat op zich niet heel snel. Het zijn alleen hele grote afstanden die dan groeien. Dit is natuurkundige Diederik Roest van Rijksuniversiteit Groningen. Hij rekent aan het ontstaan van het heelal en dus ook hoe dat blijft uitdijen. Wij werken eigenlijk aan het hele heelal. Dus dat noemen we de kosmologie, de studie van het hele heelal. We proberen te begrijpen hoe het heelal eruit ziet en ook. Hoe het in het verleden was en vooral hoe het heelal is ontstaan. We proberen eigenlijk de oerknal te begrijpen. In deze aflevering: waar eindigt het heelal? En wat heeft het geluid van een ambulance daarmee te maken? Door te meten zijn we erachter gekomen dat het heelal uitdijt. Dat is ook eigenlijk een beetje de reden geweest dat we in de oerknal zijn gaan geloven. Want in een uitdijend heelal, waarbij alle afstanden steeds groter worden. als je dan de tijd terug zou kunnen lopen, zou dat natuurlijk betekenen dat alles steeds kleiner was. En als je de tijd volledig terug laat lopen, blijkt dat eigenlijk alle, alle sterrenstelsels die we nu zien op één punt zo'n beetje zijn samengebald. Nou, dat is heel lang geleden, zo'n beetje 14 miljard jaar geleden. En dat moment noemen we de oerknal. En vanaf toen is het heelal dus gaan groeien. Diederik legt het uit aan de hand van een opblaasbare strandbal. Stel je nou voor dat dit inderdaad het hele heelal is... dan was dat ooit heel erg klein. En toen is de oerknal, heeft die plaatsgevonden, is het heelal gaan groeien. En werd het heelal dus steeds groter en groter en groter. We zijn inmiddels zo'n 14 miljard jaar verder. Dus Diederik heeft flink wat lucht nodig om dat heelal, die strandbal, op te blazen. All right. Dit is het heelal. Ja, he, he, even bijkomen. Maar uh, inderdaad, dit is het huidige heelal. Het hele heelal waarin wij wonen. En in ieder geval het gedeelte dat wij kunnen zien. Dus dit moet je je voorstellen is het waarneembare heelal. Er is ongetwijfeld hier buiten ook nog allemaal heelal. Super interessant. Maar dit is het enige gedeelte wat we kunnen meten. Omdat de sterrenstelsels hier binnen genoeg tijd hebben gehad... om naar het middelpunt van de strandbouw te kunnen reizen waar wij zijn. Oké, okay, dat vraagt om iets meer uitleg. Verder gelegen sterrenstelsels, dan moet ik er even bij zeggen, dat is eigenlijk terug in de tijd kijken. Omdat hoe verder ze liggen, hoe langer licht erover doet om naar ons te gaan. Dus als je naar hele vergelegen sterrenstelsels gaat kijken, dan kijk je eigenlijk naar het heelal bijvoorbeeld 4 of 5 of 7 miljard jaar geleden. Het heelal heeft een bepaalde leeftijd en daardoor kunnen we ook maar een bepaald gedeelte van het heelal zien. En dat komt niet omdat we denken dat er verderop geen heelal meer is, dat gaat ongetwijfeld nog veel verder, maar licht heeft gewoon een bepaalde afstand af kunnen leggen in die 14 miljard jaar en nog niet verder. En dat waarneembare heelal heeft de vorm van een bol omdat alle sterrenstelsels die zeg maar aan de grens van het waarneembare heelal liggen, die hebben allemaal precies even lang gehad om naar ons te stralen en dus ook even ver kunnen reizen. Dus die staan op precies dezelfde afstand en dat geeft precies de vorm van een bol. Dit is ons waarneembare heelal. Stel dat we ergens anders zouden wonen, dan zou dat een eigen strandbal om zich heen hebben en dan zijn zij weer het middelpunt van hun waarneembare heelal, hun strandbal. Wij staan midden in ons waarneembare heelal. Onze strandbal. De grens wordt dus vooral bepaald door hoe ver wij kunnen zien. En dat waarneembare heelal heeft een grootte van. zo'n 50 miljard lichtjaar. Dat is de afstand die de verst gelegen punten die we nog kunnen zien. hoe ver die nu van ons verwijderd staan. De grens van ons waarneembare heelal wordt ook wel de kosmische horizon genoemd. De kosmische horizon daarbinnen. die sterrenstelsels staan allemaal dicht genoeg bij ons. zodat ze sinds het ontstaan van het heelal lichtsignalen hebben kunnen sturen. En daarbuiten staan ze zo ver dat ze ongetwijfeld ook licht hebben verstuurd, maar dat heeft ons nog niet bereikt. En wat zich daarachter bevindt, geen idee. Ongetwijfeld is er daarbuiten ook van alles, maar dat hebben we dus nog niet kunnen meten. Dus daar doen we liever geen uitspraak over als echte wetenschappers. Over echte wetenschappers gesproken, zo'n 100 jaar geleden zette Edwin Hubble de astronomie op zijn kop. Hij ontdekte dat de andere sterrenstelsels in het heelal allemaal bij onze melkweg vandaan bewogen. Men begon toen eindelijk voor de eerste keer te meten aan die andere sterrenstelsels. En ook te meten aan hoe die sterrenstelsels uh, zich gedroegen. En in het bijzonder of ze bewegen of niet. Hubble ontdekte dit door iets wat we kennen van sirenes: het Doppler-effect. Het Doppler-effect zegt eigenlijk dat als je een, een golf hebt van een bepaalde frequentie. He, dus je hebt iets wat wat uitzendt, uh, geluid of licht... en die bron die beweegt ten opzichte van ons... dat wij dan een andere frequentie meten. Dus bijvoorbeeld als iemand op je toekomt... En laat onze stagiair Robin nou precies langs diepte met alarm. Dan hoor je een iets hogere frequentie. Ah! Nou... Prachtige illustratie ervan. Dus we hoorden een iets hogere frequentie. En als dan iemand van ons afbeweegt, bijvoorbeeld een fietser komt voorbij, dan hoor je daarna weer een iets lagere frequentie. Dat is precies het Doppler-effect. Wat we vooral dus kennen van die langsrazende ambulance. En dan kun je dus aan de hand van dat verschillende frequenties, kun je bepalen of iemand beweegt. En of ze snel op je afkomt of snel van je vandaan gaat. En zo werkt dat dus ook met licht. Dat geldt super algemeen, dus dat geldt inderdaad ook voor licht. En dat is precies de manier waarop we de snelheid van al die andere sterrenstelsels hebben kunnen bepalen. Want daar zijn we natuurlijk nooit geweest, ze zijn veel te ver weg. En toch kunnen wij door het licht op te vangen wat ze uitzenden, kunnen wij bepalen hoe, sn hoe snel ze gaan. Want we weten precies wat voor licht ze uitzenden. En we zien hoe we het meten. En daar zit een kleine fre frequentieverschuiving in. Dat wordt ook wel de roodverschuiving genoemd. Het licht is ietsje rooier, een iets andere kleur een iets andere frequentie en daardoor kunnen wij dus gewoon vanaf planeet aarde de snelheid van al die andere sterrenstelsels bepalen en die blijken allemaal van ons af te bewegen. En dat blijkt dus ook nog eens steeds sneller te gaan. Dus we leven niet alleen in een uitdijend heelal wat steeds groter wordt, maar die snelheid waarmee het uitdijt, die gaat steeds harder, dus we leven ook in een versnellend heelal. Zwaartekracht kan het niet zijn, want die trekt alleen maar aan, dus die rent af. Dus iets moet ervoor zorgen dat het heelal versnelt, uitdijt. En dat iets, dat noemen we donkere energie. En heel goed begrijpen doen we dat absoluut niet. We weten dit sinds ongeveer 25 jaar: dat dit heelal versneld uitdijt. Uh, maar precies wat aan ten grondslag zit, dat, dat, uh, daar wordt hard aan gewerkt. Maar dat blijkt ontzettend moeilijk. Omdat het iets is wat alleen maar op grote afstandsschalen, dus de afstand tussen verschillende sterrenstelsels, daar begint het pas een rol te spelen. En het blijkt heel moeilijk om daar een vinger achter te krijgen van precies wat nou ja, de oorsprong van die donkere energie is. Nog genoeg te onderzoeken, dus voor de kosmologen onder ons. En valt er met de kennis die er nu is wel iets te zeggen over de toekomst van het heelal? Eigenlijk denken we op basis van de huidige metingen dat de Toekomst van het heelal een beetje ongezellig gaat worden. We zien nu nog al die andere sterrenstelsels, maar hoe langer we wachten, hoe meer die zich bij ons vandaan bewegen. En uiteindelijk zou het dus zomaar kunnen dat wij echt helemaal alleen hier op de Melkweg zitten. En al die andere sterrenstelsels buiten onze kosmische horizon van dan voorbij zijn gegaan. Geen zorgen, dat is echt pas over miljarden jaren. Dus tot die tijd blijf ons volgen, dan mis je in ieder geval onze volgende aflevering niet. En Diederik, bedankt voor het blazen. Dankzij jou zijn we weer een stukje wijzer in dit gigantische heelal. Hoi, ik ben Eliane van de Universiteit van Nederland. Krijg jij geen genoeg van wetenschap? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Dan mis je nooit iets en delen we nog meer interessante inzichten met je. Zet je nieuwsgierigheid aan en schrijf je in via de link in de beschrijving. Tot de volgende!